Op onze planeet wonen 7 miljard mensen. Allemaal mensen die het beste willen maken van hun leven. Maar de wereld is niet helemaal zoals hij eruit ziet. Het is maar hoe je het bekijkt. Volgens het aantal inwoners per continent zou hij er zo uitzien. Maar volgens het gemiddelde inkomen, zo. Eigenlijk moet iedereen met dezelfde kansen kunnen starten. Daarom investeert België elk jaar meer dan 2 miljard euro in ontwikkelingssamenwerking. De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken coördineert die budgetten via de Directie-Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp. Een deel van het budget gaat naar directe ondersteuning van de 18 partnerlanden in het zuiden. De focus ligt daarbij op de fragiele staten. Om die directe hulp uit te voeren, heeft België BTC gecreëerd. BTC begeleidt in de partnerlanden meer dan 300 projecten. Zo zet ze infrastructuurwerken op, helpt ze de lokale overheid gezondheidszorg te organiseren of stimuleert ze de landbouw. Maar België is ook actief in heel wat andere landen, omdat we wereldwijd NGO's, wetenschappelijke instellingen en internationale organisaties steunen. Een groot deel van onze ontwikkelingssamenwerking richt zich op de millenniumdoelen. Dat zijn 8 doelen die de lidstaten van de Verenigde Naties hebben gesteld om tegen 2015 de grootste wereldproblemen aan te pakken. We investeren ook in de Europese ontwikkelingssamenwerking, de Wereldbank en de agentschappen van de Verenigde Naties. Op die manier speelt België internationaal een belangrijke rol. Samen met al die partners dragen we bij aan een eerlijke wereld waarin iedereen dezelfde kansen krijgt. Maar dat is niet genoeg. Heel wat andere factoren spelen een belangrijke rol, zoals migratie, internationale handel en de klimaatverandering. Ontwikkelingssamenwerking moet daar zo goed mogelijk op worden afgestemd. Pas als al die puzzelstukken in elkaar passen, kan het zuiden zich duurzaam ontplooien. Het belangrijkste in alle projecten die de Belgische ontwikkelingssamenwerking steunt, is dat de lokale bevolking het voortouw neemt. Het zuiden is immers zelf verantwoordelijk voor zijn toekomst. En de rol van de vrouw is daarbij van cruciaal belang. Vrouwen zijn vaak voortrekkers op het vlak van seksuele emancipatie. Ze doen het meeste werk op het veld en staan in voor de zorg voor hun gemeenschap. Ze zijn ook vaak de drijvende kracht achter kleine ondernemingen in het zuiden. Kortom, ze zijn de ruggengraat van een samenleving. België investeert in lokale KMO's die hun lot in eigen handen nemen. Zo kunnen die bedrijven op hun beurt investeren en verder groeien, waardoor ze welvaart creëren in het zuiden. Jammer genoeg komen er in de wereld steeds vaker noodsituaties voor die soms rampzalige gevolgen kunnen hebben. België kan voor die situaties flexibele en efficiënte noodhulp verstrekken. Kortom, België helpt mee aan een betere wereld. En het werkt. De voorbije 20 jaar kreeg in Oost-Azië 30% meer mensen toegang tot drinkbaar water. In Afrika wordt AIDS stelselmatig teruggedrongen. En het afgelopen decennium kreeg 1/10 meer kinderen toegang tot onderwijs. Uiteindelijk is het dat waar het om gaat. Gelukkige mensen, gezonde planeet. Samen werken we eraan.